Nou, dit is de film waar het allemaal om draait. Shell maakte deze film in 1991 om te waarschuwen voor de gevaren van klimaatverandering. The need to understand the interplay of atmosphere and oceans has been given a new sense of urgency by the realization that our energy-consuming way of life may be causing climatic changes with adverse consequences for us all. Die video is ongelooflijk. Je ziet eigenlijk alle risico's van klimaatverandering worden één voor één geschetst. Stijgende zeespiegel, extremer weer, de gevolgen voor de voedselveiligheid. Je ziet, en dat is het meest opvallende, klimaatvluchtelingen. In die tijd wordt daar al over gesproken. By 2050, global mean temperature could have increased by at least a degree and a half. Possibly near a four. Snow melt there. This may not sound much. But what the computer modelers are looking at is the possibility of change at a rate faster than at any time since the end of the ice age. Die film was 15 jaar voor Al Gore. En eigenlijk heeft Al Gore niets gezegd wat Shell niet ook al zei. Eigenlijk was dit, als je puur kijkt naar hoe accuraat het was, was dit een betere film. Action now is seen as the only safe insurance. Een jaar lang deed hij onderzoek naar Shell. Klimaatjournalist Jelmer Mommers van het internetplatform De Correspondent. Hij vond een film uit 1991 en een vertrouwelijk rapport uit 1986. Shell wist al heel lang van het klimaatprobleem, maar deed er nauwelijks iets aan, zegt hij. Ze bleven eigenlijk hangen in de kennis, in de analyse van jongens, dit is een probleem, hier moeten we wat mee. En voor hun eigen operaties zetten ze kleine stappen. Dus ze zorgen bijvoorbeeld dat hun booreilanden energiezuiniger gaan werken. Maar echt grote visionaire stappen zijn totaal niet te bekennen nog. De in vergetelheid geraakte film Climate of Concern werd vertoond op scholen en universiteiten en riep op tot direct ingrijpen. Maar Shell zelf deed dat niet. Dat zegt Marjan Minnesma van klimaatactiegroep Urgenda. Zij verwijt het bedrijf. Dat Shell heel lang weet dat klimaatverandering een van de grootste problemen van deze eeuw is. En doet alsof ze daar iets aan doen. Maar ondertussen aan de andere kant gewoon de grootste inmiddels zijn op teerzandolie. Heel vieze olie. Ontzettend veel gas en olie uit de grond hebben gepompt. En minder dan 1% doen aan duurzame energie. Dus niet echt serieus actie ondernemen. Spreken ze met twee tongen? Op zijn minst, ja. En ze werken ook actief tegen. Ze hebben tot het einde van de jaren 90 heel actief met alle olie- en gasbedrijven tegen alles wat bezig was met klimaatverandering gelobbyd. Het was een lobbygroep die bestond in de jaren 90. Dat heette de Global Climate Coalition. Die was opgericht door olie- en gasbedrijven. En het doel was om draconisch overheidsingrijpen tegen te houden. Dus daar zie je dat ze doelbewust het debat twijfel zaaien. Zodat hun eigen business niet wordt geraakt. En Shell deed daar mee. We vragen Shell om een reactie, maar het bedrijf zegt dat er vandaag niemand beschikbaar is om op camera te reageren. In een schriftelijke reactie zegt het bedrijf onder andere dat het de klimaatuitdaging onderkent. En dat het een leiderschapspositie heeft op het gebied van aardgas en suikerrietethanol. Wij willen in de voorhoede zitten, aldus Shell. Shell profileert zich graag als een groen bedrijf dat investeert in onder andere windenergie. Het mooie van windenergie is dat het geen CO2-gas uitstoot en dus een hele duurzame bron is. Maar volgens critici is dit gebakken lucht. Wind gaat namelijk nooit op. Ik denk dat de mensen die namens het bedrijf spreken wel integer zijn en oprecht. Maar ik denk dat zij dus niet in staat zijn als bedrijf om echt een grote verandering te maken. Want als je ziet wat ze bijvoorbeeld investeren in klimaatvriendelijke technologie en schone energie, dat is al ongeveer 20 jaar gelijk. En dat is al 20 jaar 1% van alle investeringen. Dus ze kunnen kennelijk, binnen dat systeem waarin zij ook werken, kunnen ze kennelijk niet anders. Maar je kan toch keuzes maken? Ja, dat doen ze. En ze kiezen dus steeds opnieuw voor olie en gas. Ze willen naar gas, maar dat willen ze niet voor 15 à 20 jaar, maar dat willen ze voor de komende 50 à 60 jaar. Gas is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Op de termijn van 15 à 20 jaar zelfs 86 keer sterker. Dus gas moet er ook uit binnen 15 à 20 jaar. Dat is niet een transitiebrandstof. En dat is wel wat zij ons willen doen geloven. Draait Shell ons dan een rat voor ogen? Absoluut, ja. En ze houden allemaal mooie feestjes met kinderen waarin ze zeggen, kijk ons eens goed bezig zijn. Maar Shell is echt de achterhoede, is een bedrijf wat niet hoort in deze eeuw. Ja, bij mij aan tafel Pieter Winsemius, voormalig milieuminister namens de VVD in de jaren 80, hè, van 82 tot 86 en later nog in 2006. Welkom, fijn dat u er bent.
Ja, het zijn zware aantijgingen. Geheime rapporten. Hoe kijkt u naar de bevindingen van de correspondent? We waren in dat tijd, toen die film uitkwam, waren we er ontzettend blij mee. Er was niks geheims aan. Shell die ging ermee rond. De film was natuurlijk niet geheim. Nee, maar we werden ook uitgenodigd. Wij waren ontzettend blij dat er eindelijk een grote onderneming was. Een grote onderneming, de grootste van de wereld ongeveer, die dit serieus nam. En, want we hadden geen poten op te staan in Den Haag niet, in de politiek niet. Niemand die nam dit serieus. Ja, maar de kern van het verwijt is natuurlijk dat ze er niks mee gedaan hebben. Gevolgd. Ja, de kern van het verwijt was, ze maakten een rapport en het was een geheim rapport en al die dingen. Jongens, er was niks geheim aan. Dus dat, iedereen stempelt altijd confidential en vertrouwelijk op, maar er is echt niks geheim aan. Maar deed er niks aan. Ja, dat is ook maar betrekkelijk overigens hoor. Je had zeker kunnen zeggen dat we hadden meer kunnen doen, absoluut. Maar als je in die groep bedrijven kijkt, die olieondernemingen, die energieondernemingen, loopt Shell wel bij de kop mee met British Petroleum. Dat waren de koplopers, jarenlang. Nou ja, koplopers, we horen de cijfers voorbij komen. Ja. 20 jaar lang eigenlijk 1% van de investeringen. Dat lijkt me toch niet zoveel. Maar ja, eens kijken bij de anderen. Dat is ook interessant. Als je in de groep kijkt, is dat nog redelijk. Maar belangrijker was, zij zijn de grote voorstander, en dat is echt heel wezenlijk, van het beprijzen van CO2. Dus als je uitstoot hebt, als je er straf op zet, dan ga je dus intern je maatregelen nemen, dat je zegt, ik ga minder CO2 uitstoken, dan krijg je minder straf. Maar Shell is daar de grote voorstander van. Ja, maar dat heeft onze problemen natuurlijk niet opgelost. Omdat de overheid niks doet. Dat is wel een interessante vraag. Ja, u zegt eigenlijk, we kijken nu naar de commerciële partijen. Ja. Maar het probleem zit veel meer bij de overheid. De overheid weet net zo lang als Shell, ongeveer net zo lang als Shell, dat dit een probleem is. En de laatste 15 jaar, behalve Henk Kamp, het laatste kabinet, is er. Nou ja, Nederland is ongeveer op niveau terechtgekomen van Cyprus, Bulgarije en Griekenland. Dat is de staart van Europa. Maar hoe is dat mogelijk? Nou, door niks te doen, dan kom je altijd achteraan terecht. Ja. Ik loop hard in mijn vrije tijd. Als je maar langzaam loopt, kom je achteraan. Ja, nou, en als we nu naar het verkiezingsprogramma van uw partij kijken, dan word je ook niet gevonden. Ja, maar dat is niet zo heel belangrijk. Want er moet een coalitie vormen. Alle partijen hebben het groot op de agenda staan. Dus dat komt wel goed. De VVD is de enige die er wat ooit aan gedaan heeft, schrijven. Merkwaardigerwijs. Henk Kamp heeft dat goed gedaan. Maar dat komt wel goed. Ja. Laten we maar even terug. Het is ook geen discussie in de hele discussie in de kabinet. Nee, iedereen weet dat daar iets aan moet gebeuren. Als we nog even teruggaan naar Shell. Want u zegt, ze hebben wel iets gedaan. Ja. Maar in 20 jaar tijd eigenlijk te weinig in ieder geval. En wat opvallend is en wat ook een kritiekpunt is. Ja. Ze wisten dus blijkbaar hoe ernstig het was. Ja. En vervolgens zijn ze eigenlijk ook gaan lobbyen tegen dat is in Amerika overheidsingrijpen. Dat is denk ik, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk wel kwalijk. Ja, maar het is in Amerika hebben ze een lobby mee gedaan. Shell Amerika was eigenlijk bijna een aparte onderneming heel lang. En daar hebben ze op een gegeven moment die recht moeten trekken. En zeggen, wacht even, dit kan dus niet langer. Dit is verkeerd geluid. Dat hebben ze, ik denk, 5-6 jaar erin gezeten in Amerika. Dat was een naargeestige lobby die nog steeds speelt. Hè? Trump die laat zich daarmee bevoorraden. Dus die lobby loopt nog steeds. En dat zijn klimaatskeptici. In die tijd was het wel zo dat je heel hoop niet wist. Je weet nou wat meer. Ja, maar ze wisten, dat is natuurlijk het kwalijke juist. Ja. Ze wisten het. Nou, ze hebben alle gevolgen in kaart gebracht. Ja, maar dat is prachtig. Dat is erg knap van ze, want we wisten een hele hoop niet. Ook de wetenschappers niet. Maar het beste wat je wist, hebben ze in kaart gebracht. Dat hebben ze knap gedaan op zich. De overheid heeft dat ook gedaan. Dus het beste wat je had was dit. En toen zei je, wat we nou weten, moeten we wel in actie gaan. Ja, want we zien nu de gevolgen. Dat hebben zij. Ja, en dat hebben zij ook waarschijnlijk veel te weinig gedaan. Anderen nog minder, maar goed, dat ben je niet helemaal geëxcuseerd. Ja. Absoluut zo. Wat moet er nu gebeuren? Nou, punt 1, dat die overheid wakker wordt, die politiek. Dat is erg belangrijk. Sharon Dijksma die had vanochtend in de krant een prachtig oproep. We moeten nou de kopgroep gaan vormen. Ja, ze moeten van de achterste 25 landen moeten ze inhalen voordat ze bij de kopgroep zijn. Hè? We hebben eigenlijk bijna geen recht van spreken meer. Nou, ietsje hebben we nou teruggewonnen. We zijn wat in beweging, maar heel simpel. We hebben in het huidige energieakkoord, wat de SER heeft gedaan met de minister en zo, daar staan 111.000 woningen gaan we isoleren, geloof ik. Ja, jongens, we hebben er 5 miljoen in Nederland. Dus word eens een keertje serieus. Ja, dus aan die formatietafel zal in ieder geval GroenLinks moeten aanschuiven. Aan het verkeer, nou hoeft niet. De anderen kunnen ook serieus worden, dat kan wel. Het verkeer hebben we helemaal niets aan gedaan. En het energieakkoord weer niet. Hebben we weer weten voor ons uit weten te schuiven. Dan heb je toch wat moeten gaan doen langzamerhand. Dus een ernstige boodschap van onze voormalige minister van Milieu. Dan mag je me altijd 's nachts voor wakker maken voor deze boodschap. Daar houden we u aan. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst. Pieter Winsemius, dank u wel.